Hoe maak je helder voorlichtingsmateriaal dat voor iedereen begrijpelijk is? Misschien ken je het wel. Je hebt mooi voorlichtingsmateriaal, je geeft het aan degene voor wie het bedoeld is, maar merkt dat het materiaal niet gelezen of begrepen wordt. Hoe kan dat beter? 4 belangrijke tips. Tip 1. Sluit aan bij de leefwereld van de lezer. Achterhaal het perspectief van de lezer nog voordat je aan de slag gaat. Dit kan je doen door bijvoorbeeld patiënten, cliënten of andere betrokkenen te interviewen. Zorg er daarna voor dat dit perspectief terugkomt in het materiaal. Tip 2. Pas je taalgebruik aan. We hebben 6 taalniveaus. A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Vaak wordt er geschreven op B2 niveau of hoger. Probeer op A2 of B1 niveau te schrijven. Gebruik korte zinnen en eenvoudige woorden en hou het concreet. Tip 3. Gebruik eenduidige plaatjes. Laat overbodige details in het beeldmateriaal weg. Ze leiden snel af. En zorg dat beeld en tekst met elkaar kloppen. Tip 4. Test je voorlopige ontwerp. Door de concepten van het materiaal voor te leggen aan de eindgebruiker, merk je of de boodschap overkomt. En als bonustip, blijf je ontwikkelen. Met vallen en opstaan maak je steeds beter materiaal en sluit je goed aan bij de patiënt, cliënt of ouder.